Dus ja, dan krijg je dit. Oh, ik viel bijna. Het is nu echt één grote zooi. Dit is best wel intens. Mijn haar zat eigenlijk vandaag al niet. Nou, nu dus helemaal niet meer. Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en mijn haar ziet er niet uit. Want ik heb net door de regen en de wind gefietst. Dus ja, dan krijg je dit. En ja, het ziet er niet uit. Maar goed, er is vandaag een pakketje binnengekomen. Want ik had schoenen besteld. Hoe kan het ook anders? Bij Van Haren. Dus ik ga eventjes het pakketje openmaken. En kijken hoe ze eruit zien. En ik hoop dat ze passen. Ik heb Adidas schoenen gekocht. En ik vind ze echt heel tof. Kijk, deze zijn het. En het is dus eigenlijk een best wel basic witte schoen. Maar met een lila zool. En ik vind het echt zo cute. En het geeft die, ja, best wel basic schoenen toch net even iets extra's of zo. Dus ja, ik vind ze echt heel tof. Ik had ze wel één keer al in de winkel gezien. Maar toen twijfelde ik. En toen had ik ook nog niet gepast. En ik zag dat ze nu in de sale waren. Dus ik dacht, weet je, ik ga ze gewoon bestellen. Dus ik ga ze zo even passen. Maar ik vind ze wel super leuk. Nou, ze passen hoor. En het zit echt mega lekker. Kijk. Dit is hem. Het zit echt heel goed. Deze flap gaat alleen een beetje scheef. Maar ja, ik heb hem ook best wel snel aangetrokken. Dus dat moet ik nog even fixen. Maar ik ben er super blij mee. Ik vind ze echt heel leuk. Het is vandaag maandag. Dit is mijn outfitje vandaag. Dit is mijn nieuwe rokje die ik heb gekocht. Vrijdag? Ja, in mijn vorige week vlog volgens mij. Ik vind hem echt super cute. En ik heb deze best wel basic zwarte top erop. En deze sneakers. Ho, ik viel bijna. Maar die heb ik er eventjes onder gedaan. Omdat ik eventjes naar de supermarkt moest. Maar inmiddels ben ik alweer terug. Vandaar dat mijn haar ook een beetje raar zit. Want het waait best wel hard alweer. Wat ik vandaag ga doen is mijn kamer eens even heel goed opruimen. Sowieso eventjes deze rotzooi opruimen. Maar ook gewoon in die kastjes. In die kastjes. Ik weet niet of ik alles vandaag afkrijg. Maar ik wil in ieder geval een keer echt goed opruimen. Dus dat ga ik proberen te doen vandaag. Nou, ik ben eventjes alles grondig aan het opruimen. Want ik ga al mijn dingen van de uni wegdoen. Nou ja, samenvattingen en zo. Want die heb ik eigenlijk ook nog digitaal. Maar ik had ze ook allemaal geprint om te leren. Maar die heb ik niet meer nodig. Dus die gaan allemaal weg. En als ik nog iets wil terugzoeken, dan kan dat gewoon digitaal in mijn laptop. Dus ja, de papierbak wordt erg vol hierdoor. Ik heb mijn camera even niet meegenomen, maar ik ben in de Mango even wat dingetjes aan het passen. En het valt me nu pas op dat alles dezelfde kleurstelling is. Super grappig. Ik was weer eventjes bezig met opruimen. Het is nu echt één grote zooi. Want ik moest die bak gewoon echt even uitzoeken. Daar zaten allemaal kabels en elektronica, apparatuur, dingen in. Het grootste gedeelte, dat gebruik ik volgens mij niet eens. Ik heb hier dus nog allemaal kabels liggen. Even kijken of ik het goed film. Hier heb ik allemaal kabels liggen die ik nooit gebruik. Deze spullen gebruik ik nooit. En ja, wat hou ik dan nog over? Alleen dit. En ja, dit zat dus allemaal in die bak. Ik heb ook nog mijn oude camera's gevonden. Eén fotocamera en een videocamera. Ik moet even kijken wat ik daarmee ga doen. Misschien dat ik ze ga verkopen of zo. Ik moet nog even kijken. Maar ja, die heb ik dus gevonden. Ik heb ook mijn Nintendo DS gevonden. Ik ga ook nog even kijken wat ik daarmee ga doen. Of ik die ga houden of niet. En mijn oude iPad mini. Die ben ik eventjes aan het opladen om te kijken of die het nog doet. Misschien dat ik hem nog kan verkopen. Ik denk niet dat ik er heel veel voor ga krijgen. Want er zit wel een barst in het scherm, zeg maar. Ik heb ook nog een iPod Touch gevonden. Die kan ik misschien ook nog wel verkopen. Mijn oude telefoon. Dus ja, ik moet nog even kijken of ik het allemaal kan gaan verkopen. Ik weet niet of ik er echt iets voor ga krijgen. Maar dat zien we dan wel weer. Dingen die ik niet kan verkopen, maar die wel weer zonde zijn om weg te gooien, die ga ik gewoon naar de kringloop toe brengen. Ja, maar moet ik eerst eventjes mijn hele kamer gedaan hebben voordat ik dat ga doen. Want anders moet ik 10.000 keer naar de kringloop.
Dus ik kan beter eerst mijn hele kamer opruimen en dan in één keer naar de kringloop gaan. Dus ja, ik was daarmee bezig en het is inmiddels lunchtijd. Dus ik ga ondertussen maar eventjes lunch klaarmaken. En dan ga ik zo weer verder met dit allemaal opruimen. Zo, het is vandaag donderdag. En ik wilde nog eventjes iets laten zien. Want ik had gisteren bij de Mango... Ja, bij de Mango nog twee dingetjes gekocht. En die wilde ik nog laten zien. Maar dat ben ik echt helemaal vergeten. Dus ik dacht, dat ga ik eventjes nog laten zien. Ze zijn allebei een beetje in dezelfde kleurtint. Ik begin eventjes met deze top. Hij is heel basic. Maar ja, het is een beetje beige-achtig. En het is eigenlijk, ja, gewoon zo'n hele basic top. Maar vind ik wel leuk voor in de zomer. Voor als het warm is op een rokje of zo. En ik heb ook wel zulke soort topjes al in het zwart. In het wit en in het roze volgens mij. Maar ik vond zo'n beige kleur ook gewoon wel heel erg mooi. Want soms is wit gewoon even net te wit. En dan is beige gewoon beter. Dus die heb ik gekocht. En daarnaast heb ik ook nog deze gekocht. En dit is een crop top. Die andere was een normale top. Maar dit is wel een crop top. En dit is een soort... Ja, hoe noem je dit? Een soort gehaakt, maar ook niet te overdreven, zeg maar. Maar ik vind hem echt heel leuk. En eerst toen ik hem zag, toen dacht ik van ja, ik weet niet. En is het wel iets voor mij? Want ik heb dit soort dingen gewoon totaal niet eigenlijk in mijn kast. Maar ik dacht, ja weet je, ik ga hem gewoon passen. Want ik dacht ook, misschien is die gewoon veel te kort. Want crop tops en mijn bovenlichaam gaat niet altijd goed samen, zeg maar. Maar ik ging hem passen en ik vond hem echt super leuk. Dus deze heb ik gekocht. En ik heb net ook nog iets gekocht bij de Sting. Want ik ging eventjes boodschap halen voor mijn opa en oma. Ik was nog heel even langs de Sting gegaan. En daar zag ik deze top in de sale. En dit is zo'n lila top. Met zo'n beetje een kol. Ja, een kolletje. Niet heel overdreven, maar een klein kolletje. Dit is een super dun stofje. Dus ik vond het ook juist wel lekker voor in de zomer of in de lente. En hij was ook nog in de sale voor 15 euro. En ja, ik vind hem gewoon heel cute. Oké, heel even een besefmoment dat ik al deze boeken in de afgelopen 4 jaar heb moeten leren voor mijn studie. En dat dit nog niet eens alles is. Want ik mis volgens mij nog een boek. En er waren ook vakken zonder boek. Dus ja, dit is best wel intens. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net, zei ik, nat geregend. Echt niet normaal. Ik was heel eventjes naar de supermarkt om wat boodschappen te halen voor morgen. En ineens ging het gewoon stortregenen. Dus ja, ik had net alles netjes, mijn make-up en mijn haar. En ja, nu is het dit. Het ziet er niet uit. Ik heb het net wel een beetje afgedroogd en... geborsteld, maar ja, mijn haar zat eigenlijk vandaag al niet. Nou, nu dus helemaal niet meer. Echt top dit. Maar goed, ik ga nu eventjes de boodschap opruimen, spullen in de koelkast zetten en zo. En dan ga ik nog eventjes snel bezig met de weekvlog editen, want dat wilde ik gisteren nog doen. Maar ik was iets langer dan verwacht bezig met opruimen, dus heb ik het niet meer gedaan. En ik heb niet zo heel veel tijd vandaag om het te doen. Want ik ga zo meteen naar mijn oma. Want we gaan een uitvaart bekijken via een livestream. Ja, niet heel leuk natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon wel fijn dat mijn oma daarbij kan zijn. Soort van. Maar dan vanuit huis. Dus daar ga ik zo meteen naartoe. Maar voor die tijd ga ik dus nog eventjes editen. Ja, ik heb gisteren dus helemaal niet meer de vlog afgesloten. En ik heb volgens mij ook niks meer gefilmd. Dus bij deze wil ik toch de vlog nog eventjes afsluiten. Vond je het nou een leuke video om te kijken? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet ook niet om hieronder eventjes op mijn kanaal te abonneren. Als je dat nog niet was. En als je op de hoogte wil blijven van meer video's van mij. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!